Mijn naam is Vincent Rovink. Ik ben sinds 2008 werkzaam als cardioloog bij de ISELA. Naast de algemene cardiologie houd ik mij met name bezig bij de interventiecardiologie. Dat is een subspecialisme wat zich bezighoudt met het dotteren van de kransslagaderen van het hart. En binnen de interventiecardiologie heb ik mij met name toegelegd op het dotteren van de complexe procedures zoals bloedvaten die sterk verkalkt zijn en het dotteren van chronisch afgesloten bloedvaten. Wat mij met name het heeft aangetrokken in de cardiologie is dat het een vak is waar je wel je bezighoudt met het diagnostiek gedeelte als met het behandelgedeelte en dat allemaal in eigen hand hebt. Mijn ambitie is om nog de komende jaren heel veel werkplezier te hebben binnen het hart-longcentrum in dit ISELA, in dit nieuwe gebouw. En daarnaast mijn promotieonderzoek de komende jaren tot een soort succesvol einde af te ronden. En mijn promotieonderzoek heeft met name betrekking op nieuwe inzichten in de behandeling van een acute hartinfarct. Met name het toedienen van medicijnen nog voor de dotter.